reis veel met OV, dus ik heb eigenlijk heel vaak een mondmasker op. En merk toch wel dat mijn huid daar onzuiver van wordt. Wij krijgen steeds veel meer gevallen van mensen die last hebben van ontstekingen, onzuiverheden, meeeters, rondom eigenlijk de mond en lagere wanggebied. Ja, er zit een beetje make-up overheen, hè? Dus ik verberg het wel een beetje, ja. Voornamelijk door wrijving van de mondmasker en vooral in combinatie met het broeierig effect wat optreedt onder de mondmasker door je ademhaling. Wordt officieel benoemd acne mechanica, dat is een vorm van wrijving eigenlijk. En treedt eigenlijk op bij alle vormen van mondmaskers. Nou, het is gewoon, ik vind het zelf heel storend. Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik wel onzuiverheden. En sommige zijn ook wel wat pijnlijk, zoals op mijn wang. Dan voel je die wel, zeg maar. Nou, Sinee, we gaan nu de salicylzuurpil aanbrengen. Dit is een 10% salicylzuur. Dat zorgt ervoor dat de bacteriën in de huid eigenlijk gedood worden. Thuis zijn er een aantal stappen die je zou kunnen ondernemen. Uiteraard het goed verzorgen van de huid met de juiste producten. Ingrediënten zoals salicylzuur, probiotica, die zijn heel goed voor de huidgezondheid. Deze pil die laten we ongeveer een minuutje of 7-8 even in de huid trekken. Je mondmasker regelmatig schoonmaken. Sowieso is dat natuurlijk voor de effectiviteit van de masker bevorderlijk. En ook de juiste stoffen van mondmasker uitzoeken. Dus bijvoorbeeld juist stoffen die wat zachter zijn, zijde, katoen, die ook goed ademen, waardoor het broeierige effect minder optreedt. In eerste instantie is het beste om je huidtherapeut of huidspecialist te bezoeken. Wij zijn gespecialiseerd in acnebehandelingen. We hebben daar specifieke protocollen voor. Deze worden dan uitgevoerd door een van de specialisten. Groot voordeel daar ook van is mocht je aanvullend verzekerd zijn, dan wordt deze veelal vergoed door de verzekering. En nu hebben we een herstellende masker aangebracht. Deze bestaat voornamelijk uit aloe vera en hyaluronzuur. Dat is gewoon eigenlijk even wat ingrediënten wat de huidweerstand optimaliseert. En zorgt ervoor dat we mooi combineert en herstellen. En dat ze nu de komende weken mag genieten van een rustig, egale huid.